Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuw deel van de Tour de France op de Xbox One. We zijn aangekomen bij rit nummer 8. En dit is wederom een vlakke etappe. Gisteren ging de sprint bij Matthews niet helemaal goed. Ik wist niet eens in de top 10 te finishen. Ik werd uiteindelijk 13e. Hopelijk gaat het deze keer beter en kan ik tenminste wel in de top 10 sprinten. Ik zit op dit moment in het wiel van Gaviria. Dat is op zich een prima wiel om in te zitten. Maar dan op minder dan 2 kilometer van de aankomst rijdt er een groepje weg. En ik zit helaas net niet mee. Hier gaat het groepje al onder de vod en het tempo in het peloton valt een beetje stil. Dan ga ik me aanzetten, maar de renners die voorop zaten, die rapen we helaas niet meer op. Kittel wint de rit en nee hoor, weer geen top 10 plaats voor mij. In ieder geval bedankt voor het kijken en morgen hebben we de Kassaja etappe. Doei doei!